Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Werkis, partner in werk van PEC Zwolle. Dit, Dien Huiberts, de debutant, het neefje van Max. Max Huiberts, nu de technisch verantwoordelijke bij AZ. Een oudspeler ook van Zwolle. Bouwara. Krijgt hem nu bij Abbas aan die linkerkant. Hamer. En zo mag je toch van een open karakter spreken, de beginfase van deze wedstrijd hier. Van de Streek. Kerk. Over paal. Huppakee naar binnen. Het schot in de korte hoek is. Dat is wel verrassend. Maar met name naast. Beck probeert het achterin wel dicht te metselen. Dus hoge balcirculatie, hier komt er doorheen. Kerk met de kans, bal spelen. Snel ging daar de bal rond. En de sliding van Nakayama. Net voldoende bal geraakt door de Japaner. Maher. Gustafsson. 1-2'tje? Nee, Kerk. Alsnog een dubbele 1-2. Kerk terug. Morgen voetbalt. En de paal voorkomt de openingstreffer van Utrecht. Utrecht dat goed speelt. Dat de kwaliteiten van de mensen voorin op de juiste wijze weten benutten. Prachtige bal, Maher, buitenkantje. En dan een dubbele 1-2. Alsnog tussen Kerk en Gustafsson. Nakayama. Huiberts, Fleming, de topscorer van de voorbereiding. Daar koop je helemaal niks voor, nog geen half brood. Dit is een overtreding en dit is misschien de eerste mogelijkheid voor PEC Zwolle. Meteen geel voor Kleiber. Bellassani met links of Hamer met rechts. Vorige week kreeg Utrecht tegen ADO Den Haag een goal tegen uit een prachtig genomen vrije trap. En dat is bij deze ook het geval. En waar je dus een dik kwartier lang zit te wachten op de openingstreffer van het veel betere FC Utrecht. Komt PEC Zwolle op 1-0 door een vrije trap van Gustavo Hamer. En dus weer een standaard situatie. Weer een vrije trap. FC Utrecht te machtig. Huiberts. Bellassani. Johnson. Over Kleiber. Johnson scherp voor richting Lennartie. De spits die voor vandaag 9 van de laatste 14 Eredivisie doelpunten voor PEC Zwolle maakte. Nu 9 van de 15. Dit is Girano Kerk. Aan de andere kant Kerk, korte hoek. Redding van Maus. Kans nog niet verkeken, want Utrecht houdt balbezit. Maher. En corner gekopt. Anders was hij voor Xavier Maus geweest. Ongetwijfeld. Maar Dekker wenste dat risico niet te nemen. Maher. Vrij trap is in het voordeel van FC Utrecht. Dit is Venema, dit is Kleiber in één keer, boem. Nee, hij gaat hem terugleggen en dan krijg je deze kans voor Kerk. Achter Kerk en dan is het knap dat Kerk er überhaupt nog aankomt aan die bal. Kerk, Abbas, sneller dan Dekker. Abbas van de Streek, Venema in de 16, daar komt ook Kerk. De bal is niet voldoende, niet op maat. En nu ligt Kerk weer op de grond.
Het spel gaat door, dus Kerk moet in de benen. Hoogma. Kouwara. De langs. Nee, die bal aan Venema. Kerk komt er niet aan. Achterin nog Kluiber. Kluiber nu zelf wel. Op het lijf van Maus. Kerk. Hens of niet? Wat is daar het geval? Dat leek een hand naartoe te gaan. Maar misschien is dat schijn wat bedroog. Maar weer een kans voor FC Utrecht. En dat zijn er toch best veel. En een doelpunt maken, dat is er nog niet gelukt in deze eerste helft. Gustafsson. Kluiber. Kerk. Kluiber door naar Gustafsson. Ja, in één keer. En Maus laat die bal lopen. En Abbas weet bijna van de fout van de keeper te profiteren. Maar die weet knap te herstellen. Gustafsson. Van de streek, goede bal. Kerk. Het is bijna ongelooflijk dat die bal er nog niet in ligt. Want wat een kans krijgt FC Utrecht in deze wedstrijd. Hielvoort. Maher. De balende Jansen, want die zag die bal goed aangesneden richting zijn hoofd. Maar daarvoor was nog Nakayama. En die kreeg hem weg. Overtreding Gustafsson. Die baalt ervan, krijgt voor deze actie. Geel. Ja, en Van der Bron loopt naar hem toe en zegt, hou je nou eens in, man. Maakt de overtreding. En dan wordt er gefloten. Na die vervolgende frustrerende actie. Kijk, kopje erbij. Johnson. Johnson via T. Misschien nog een nieuw leven ingeblazen in deze aanval. Maher. Dus Kluiber. Kerk. Ze proberen hem wel vast te grijpen, maar hij ontglipt. Dit is een goede bal. En dit is Van der Streek die het afmaakt. En daar is de bezetting voor het doel zoals hij moet zijn. Is de laatste paas zoals hij moet zijn. En is het Kerk die zich weer een voorbereider toont bij wat er net. En is het Van der Streek die het afmaakt. Gustafsson mooi, Abbas weggestuurd, Abbas, Maus gepasseerd, bal gaat op de stip, het is een strafschop, het is een dramatisch begin voor PEC Zwolle in deze tweede helft. Vanaf 11 meter, er zijn er al een paar gemist deze speelronde, maar deze niet. Gustafsson is een koele, een ijskoude. En Van der Brom kan gaan juichen met de rest van de technische staf. Belhassani. Goeie ingreep van Hoogma, want daar was ineens Lennart T weg. Paas. Rustig naar Jansen. Hoppa, Kerk, buitenspel Abbas. Buitenspel Abbas leek me dat. Dus als dit een goal wordt, zal er naar gekeken worden. Nou, de bal terug of Van der Streek was geen goeie. Dekker. Reijnen staat vast. Op het moment dat die bal komt, dan is hij voor Joosten. Joosten. Scherp voor lukt niet. Huibert sluit hem over de achterlijn. Dani is het Van der Streek en Jansen, het staat 3-1. Altijd een van de gevaarlijke mannen bij hoekschoppen, meestal met het hoofd. Maar ja, daar vloog Van der Streek in eerste instantie al langs. De corner van Maher nam vanuit de stuit gepakt in één keer Willem Jansen. Ho, dat ging net goed. Voor Bouwara achterin.
Johnson. Goeie bal. En hey, Bellassani, wat een geweldige redding. Paas zeg. Die leek toch geklopt in de verre hoek. Mooi voetje en paas. Een fantastische redding. Dit is geen balspeler, dus een vrije trap. Deze vrije trap is wel voor paas. Hier had hij ook wel het overzicht op die bal. Hij stond weer voor Stegeman met zijn ploeg, net als vorige week. De ploeg van Stegeman gaf wederom de voorsprong uit handen, waar de ploeg van Van der Brom wederom een achterstand wist goed te maken. Laatste schot van de wedstrijd van de streek en Xavier Maus nog met een redding. En van de streek dicht bij zijn tweede van deze wedstrijd. Dat wat Utrecht de eerste 45 minuten met al die kansen maar niet voor elkaar kreeg. Dat was om doelpunten te maken. Dat lukte ze in de eerste 4,5 minuut van de tweede helft. Maar liefst twee keer. En daarna was er nog de goal van Willem Jansen. En dat zorgde er dus voor dat Utrecht nu 6 uit 2 heeft. Samen met AZ bovenaan staat in de Eredivisie.